In de vorige aflevering waren we toerist in Suriname. We bezochten beladen plaatsen als Fort Zeelandia en Fort Nieuw Amsterdam. We ondernamen ook meer luchtige activiteiten als een salsa workshop en een wandeling door de jungle. Maar we zijn nog lang niet uitgekeken in Suriname. Farah, kun je even uitleggen wat we hier hebben? Dit is een jonge kokosnoot. Meneer heeft net opengemaakt. En dan heb ik lekker de vlees nog. Lekker zachte vlees. En eerst hebben we hem even leeg gedronken, hè? Ja. En wat vindt Kim ervan? Ik ben niet zo lekker. Ja, ik moet er nog aan wennen. Kijk, deze is voor mij. Dus, die gaan we even leeg maken. We gaan onderweg naar de voormalige plantage Peperpot. Dit keer de kant waar de inmiddels deels gerestaureerde gebouwen staan. Ja, je moet mij niet laten navigeren, hoor. Dan kom je op dit soort weggetjes terecht. Er zitten best kuilen in de weg. Is het dan nog ver? Of is het nog kan je nog omlaag, Jean-Pierre? Een kilometer of 10. Een kilometer of 10 dit, ja. Nee. Zijn jullie al misselijk achterin? Ja, de einde wel niet. Ja, heel erg. Nou, heel erg. De einde zijn misschien wel stuk, dus het gaat wel stinken dadelijk. Jezus, mina. Nee, maar het is wel een mooie buurt, kijk. Wie is dit? Dat is mijn idee. Maar die vering van die bus is echt super, jongen. Kijk, ze zijn hier de oude koffieloods aan het renoveren. En daar staat een oude fabriek achter de sluis, zeg maar. En die wordt ook gerenoveerd. Dus ze zijn hier heel druk bezig. Dat is een kaart met alle plantages van Suriname. Oh, interessant hoor. We hebben file op de Weidebosbrug. Dat is niet heel gek hoor, om deze tijd. In de dijk in Paramaribo geven Vincent en Kim wederom een workshop. Uiteraard gaan we als ondersteunende ploeg mee. We zijn naar de markt naar Groningen gereden en daar zijn we nu. En daar is niks. Dus een uurtje van joker in de auto gezeten. Maar het is op zich wel mooi, ik zal het laten zien. Kijk. Dit is de piep rivier, moet ik hem even invullen. Ze zijn hier ijverig aan het vissen. En ik wilde er wel graag achter komen van ja, waarmee en hoe en waarom. Maar we hebben hier een taalissue. Dus meneer die spreekt geen Nederlands of een andere taal die we begrijpen. Kijk. Het is een beetje vervallen hier. Nou, ik ga weer eens naar de rest. Kijk, hier waren we een beetje op afgekomen, want we hadden wel even zin in een kopje koffie of zo. Nou, zondag, mooie dag. Nee. En daar is een warung, dus misschien dat we daar... Nee, ik geloof ook niet. Nou, dan gaan we weer door. Daar is trouwens, daarachter, de Kamer van Koophandel.
Nou, vandaag gaan we een stukje sturen met onze bus. En de bedoeling is om richting het Brokkerpondameer te gaan rijden. En daar is een grote dam. Ik weet niet of we daar kunnen komen, maar er zijn ook uitzichtpunten volgens mij. Dus het wordt vast mooi en ik zal het jullie zeker laten zien. Om bij het Brokkerpondameer te komen, nemen we de toeristische route door de jungle. Het Brokkerpondo Stuwmeer, officieel heet het professor Dr. Ingenieur W.J. van Blommesteinmeer, is een stuwmeer in Suriname gelegen in het Brokkerpondo district met een oppervlakte van 135.000 hectare, ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Het meer is ontstaan door de bouw van de Afobakadam, een stuwmeer in de Suriname rivier. Het meer is groot maar ondiep. Het is nergens dieper dan 40 meter. Toen de dam aangelegd werd, is het gebied dat onder water zou lopen niet kaal gekapt. Daardoor steken er stammen van boven het water uit en is visvangst met netten onmogelijk. Voor een deel waren de bomen walaba's dat zelfs na tientallen jaren in het water niet rot. In verband met het ontstaan van het meer moesten ongeveer 5000 marons verhuizen. Voor hen werden transmigratiedorpen ingericht, maar de huizen waren erg klein en de toegezegde schadevergoeding was slechts 6 gulden per persoon. De uitbetaling werd ter plekke in nieuwe dorpen gedaan. De dieren in het gebied werden zoveel mogelijk gered. Suriname heeft voornamelijk door dit stuwmeer de laagste afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in het Caribisch gebied. 95% van de elektriciteit van dat land wordt door hydro-elektrische opwekking gedekt. Dat komt overeen met 26% van de totale energiebehoefte van het land. Door onze toeristische routes komen we af en toe in afgelegen dorpjes terecht. We zijn aangekomen op resort, wellness resort zelfs, Bergendal. En dan gaan we eens even kijken of we iets kunnen eten of drinken. Het is midden in de bush. Het is hartstikke mooi hier. Ja, hartstikke mooi. Ja, kijk maar. Ziet er wel chic uit. Aan de rivier. Een hele berg. Drie zakken vol met wasgoed. Netjes gewassen en gestreken en het ruikt zelfs lekker. En we hebben ook alle lakens en de moltons en dat soort dingen laten wassen. Dus vanavond kunnen we weer helemaal onder een heerlijk schoon bedje slapen. En in de tussentijd, dat gebeurt dan daar, heb ik braaf weer een videootje in elkaar geplant voor jullie. Kunnen jullie weer een beetje zien wat we allemaal doen. Maar en zo schuift er weer een dag voorbij. Het is onvoorstelbaar hoe snel de dagen voorbij gaan hier. Dat is niet speciaal hier, dat is waarschijnlijk overal, maar het is toch zo. Patrick die heeft net even diesel getankt. Met jerrycans die van Jean-Pierre van de Sanang heeft geleend. En die zijn we nu in de tank aan het doen, tenminste. We hebben er nu 5 in. En dat is best een slagveld, kijk maar. Kijk. Gaat door het filter, maar ja, dat gaat ook wel eens een heel klein beetje naast. Maar we hebben nu ontdekt dat als we hevelen, dan gaat het wel goed. En hij is nu even nog een paar extra tanks aan het halen, want de diesel, moet je even weten. De diesel is hier 78 eurocent ongeveer omgerekend. En als we straks naar de Kariben gaan, dan weet ik niet hoeveel het is, maar zeker meer. Dus we proberen hem hier even zoveel mogelijk vol te gooien. Nou dacht ik dat we niet zo heel veel hadden gebruikt, maar er zit nu al 100 liter in. En we gaan er nog maar eens 60, 70, 80 bij gooien. En dat is het dan. Dat hebben we dan sinds Cape Verde hebben we dat dan verbruikt. Dat valt eigenlijk wel mee. Maar ja, omdat de diesel hier erg
betaalbaar is, zullen we het hier ook maar even aanvullen. We hebben nu 140 liter getankt. En ja, we zitten helemaal vol. Dus, en nu hebben we nog twee jerrycans, die laten we gewoon in de Suriname rivier lopen, denk ik. Want die hebben we over. Ja, maar het zou kunnen dat we ze gewoon even aan Jean-Pierre overlaten. Dat we ze door Jean-Pierre laten overnemen. Ik denk dat het goed komt. We zullen netjes op het milieu letten. Ja, er ligt ook wel een lithiumpakket hier op de bodem. Dus... Ja, lithium, diesel, we tieven alles in die Suriname rivier. Nee, dat gaat goed, we doen het heel netjes. Voor vandaag hebben we een afspraak gemaakt met een visser. Hier in Suriname, ergens, waar is het eigenlijk? In Kommerwijnen, geloof ik. Hè? Met Peperpot in de buurt. En dan gaan we met hem, zeg maar, het water op. Dus ik neem aan dat we gaan vissen. We hebben onze hengeltjes mee. Oh, hengeltjes. Kijk, alles wat we konden vinden wat op een visje lijkt. Dus dat gaat goed komen. Bij een lokale visser kopen we vers aas om mee te vissen. Kan ik ook even in jouw wijk, Kevin? Ja. Ik heb alleen hoor. Ik heb ja, joh. Hij heeft er alweer een hoor. Ik ook. Ik zou het straks even lekker beginnen. Leuk. Alfa Fara die wordt helemaal gek man met al die vissen. Maar deze gaan we ook opeten toch? Ja, wat varen. Genoten. Wat hebben we? We hebben genoten. Geweldig. Kijk al die vissen. Geweldig genoten. Geweldig genoten. Oké, maar nu moeten we nog even die en dit was Catch of the Day. Nou, we hebben niet alle visjes meegenomen, maar we hebben een paar meegenomen van de vangst van de dag. En hebben we er ongeveer 30 hadden. Nou, het worden er steeds meer, maar dit is vissers. Het is allemaal grootspraak natuurlijk. Ja, maar dat is zeker. Oké, okay, we hadden er 30 hoor. Oké, okay, we hadden er 30. Ook goed. Of 25, dat kan. Of 25, ja, of 40. Maar we hebben in ieder geval meer dan 20. Ja, nou, ik hoorde ook al 40. Ik denk meer dan 30, dus 35. Ja, oké. Okay. Nee. Ah, we hadden er wel heel veel kilo's. Heel veel kilo's. Maar het zijn toch mistbuiken visjes. Dan gaan we deze narigheid knippen. Komende maandag willen we graag vertrekken uit Suriname. Dus we moeten nu even naar de militaire politie om een stempeltje in ons paspoort halen. En daar zijn we nu, kijk maar. Zoep. NP. Ja, dus daar gaan we even naar binnen. Het is vandaag feestdag, dus ik hoop dat ze open zijn. Toch, Kim? Ja. Is het we gaan even een NP'tje halen. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Nou, dat was een kort bezoekje aan de militaire politie. Het is vandaag feestdag, dus gesloten, dus geen stempeltje. En het is vrijdag, dus maandag zijn we de eerste. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, niet handig, maar goed, we gaan het wel meemaken. Nou, dat is een logistieke operatie met militaire precisie uitgevoerd. Want alles moet dus naar de boot. Ah, dat gaat lukken hoor.
Ik weet niet of het genoeg is, Vin. Denk jij? Nou, ik maak me wel zorgen of het wel gaan redden tot aan... Grenada. Grenada. Nou. Gaat allemaal nog net, hè? Kan ik hem afdouwen? Nou, dat heb ik al gedaan trouwens. Ja, dat zinkt dat ding nog niet, joh. Ja, dat is het hoor. Ja. Rustig aan, dan zinken we misschien. Ja, dan is de accu ook leeg. Oh. Vier! Aan de overkant van de Suriname rivier ligt voormalige plantage Laarwijk. Wij nemen het pontje naar de overkant en gaan op onderzoek uit. Dit pakken ze ons al niet meer af. Laarwijk is een voormalige suikerplantage in het tegenwoordige district Kommerwijnen in Suriname. Een ketel, de sluis en de indeling van de dijkpaden, de percelen en de kreekjes herinneren nog aan de koloniale plantagetijd. Na afschaffing van de slavernij ontwikkelde Laarwijk zich in de late 19e en vroeg 20e eeuw zich tot een rijke en bloeiende plantage met koffie, sinaasappel, bananen en mandarijnenbomen. Nou kijk, het is even gedoe, maar dan heb je gewoon een kokosnoot, jonge kokosnoot. Met een rietje erin. Die rietjes die vinden we overigens in de tas van Vara. Lekker, JP? Het beste wat er is. Het beste wat er is. Yoko valt er helemaal bij. Nou, dat kan ik me nou weer niet. Dat kan ik me nou weer niet voorstellen. Ja, hier krijg je een hoofdpijn. Oh, oké. Okay. Kijk, dit is de lokale basisschool. Het huidige Laarwijk is een dorpje met steigers, bruggetjes, smalle paadjes en dijkjes die de verschillende woonwijken verbindt met de hoofdweg, waar onder meer de enige lagere school is. Tientallen kinderen maken dagelijks gebruik van de smalle bruggetjes op weg naar school. Kijk, Tranquility is ons net voor, die gaan een dag eerder. Ergens heen. Waar gaan die heen eigenlijk? Grenada niet. Granada. Ze missen die rode boot precies, dat is ook fijn. Schappen ze nog even langs de heer om. Nou, we zijn bij Medley Lab en we hebben net een antigentest laten afnemen. Anders komen we Grenada niet in. En dan, nou dat is niet fijn. Maar, was fijn Vin? Ja, is heerlijk. Lekker jeukt als een man. Moet niet zien die? Voor jou? Ja, heb je niet gezien. Half uurtje later en we hebben het resultaat binnen. En iedereen hier is negatief. Ik vind het stom. Vind je ook zo stom? Ja. Stom. Heel zat je bezig en een microfoon, hè? Negatief. Oh. Moet ik dat weer wegblurren? Ja, dat zie je niet vanaf je afstand. Oh, oké. Okay. Dat is 4K, hè? Oh, ja, nee. Ja, ik word weer teruggezoend. Ja, we zijn allemaal negatief. Ik heb toch geen geld, dat maakt niet uit. Nee. Nou, hey, we kunnen weg. Gaan we doen. Nou, we gaan naar Marina Waterland. Tenminste, daar zijn we dus nu. Want vandaag is de eerste wedstrijd van de Formule 1. Ja, die moeten we natuurlijk even zien. En dan kan dat op heel veel manieren, maar we gaan gewoon even gezellig met alle andere zeilers in het café zitten. Dat is leuk. En ik heb begrepen dat de sterren staan goed. Althans, de kansen van, voor Max zijn goed. Dus, dat vinden we leuk. In de volgende aflevering vertrekken we uit Suriname en zeilen we samen met Heron naar Grenada. Het is een hobbelige tocht met rare golven en flinke stroom mee.
Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief. Volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!